0-0, kan er mee leven? Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Ik denk dat je thuis moet je overwinningen pakken. En ja, vandaag 0-0 is op zich lekker omdat je een punt hebt. Voor een keeper is het lekker dat je de 0 hebt. Maar ik denk dat we de 3 punten hadden moeten pakken. Het is wel weer het systeem met 2 spitsen. Wat betekent dat voor een doelman? Ja, dat je gewoon meer verdedigende zekerheid voor je hebt. En dat zag je afgelopen dinsdag, dat zie je nu. Het staat goed. En we creëren altijd kansen. En ook dat zie je nu. Dus dat beetje geluk moet je misschien meer hebben. En dat hadden we vandaag dan niet, dat hij er niet in gaat. Laatste kwartier ging het op en neer. Hè? Kansen voor jullie, kansen voor IJsselmeer van Ros. Dan is er nog een half minuut te voetballen en dan komt er een bal op je af. Volgens mij waren het echt je vingertoppen waarmee je het deed, hè? Ja, uiterste van de vingertop. Nee, het zal wat wezen dat je voor de derde keer in de laatste minuten dat je een doelpunt tegen krijgt. En nu kon ik het gelukkig voorkomen. Ja, dat is voor mij is lekker, voor het team is lekker. En dan hou je in ieder geval het gelijke spel thuis. Vorig jaar stond hier nog wel eens ter discussie, hè? Vooral onder de supporters. Je hoort nu niet wat meer klagen over de keeper van Rijnsburgse Boys. Wat is het verschil tussen de Richard van Nico van vorig seizoen en dit seizoen? Er is niet veel verschil. Nu heb ik een aantal wedstrijden dat je goede ballen pakt en dat je misschien punten pakt voor je team. Nee, daar lag het misschien vorig jaar een beetje aan. En ik hoop dat ik deze lijn door kan zetten de rest van het seizoen. Zat te kijken, had je vorig jaar die baard ook al? Ja, had ik ook al.